Onze doelgroep zijn ZZP'ers, freelancers, interim professionals, wat voor naam je het geeft. Dat is onze groep mensen die als mediator gaan optreden tussen een opdrachtgever of voormalig opdrachtgever en ZZP'ers uit hun netwerk. Wij brengen eigenlijk via Elanor die mensen bij elkaar en wij zorgen ervoor dat wij het hele proces end-to-end geautomatiseerd hebben. Eigenlijk zie ik het meer als een Airbnb-oplossing. Maar wat het mooie is, en dat is mij niet eerder gebeurd, we hebben eindelijk een platform waar alle gebruikers voordeel aan hebben. Echt gewoon een win-win-win voor iedereen. Wat als je als freelancer of als ZZP'er een extra inkomen kan verdienen door je netwerk actief in te zetten richting je opdrachtgevers? Dat is de belofte van een nieuw platform, Elanor. Welkom bij CVD-TV. Mijn gast is initiatiefnemer van Elanor, Mike Philips. Mike, van harte welkom. Dankjewel. Ja, dat is de belofte, hè? Dat is de belofte, inderdaad. Ja, leg eens uit, even de pitch in het kort. Elanor? Ja, Elanor is eigenlijk een platform wat vertrouwde netwerken activeert. Dus ons doel is dat mensen gaan nadenken over hun netwerk en gaan kijken hoe zij hun netwerk aan de opdrachtgeverskant en aan de ZZP-kant met elkaar kunnen verbinden. En wat ik meteen dacht, hè, van, dan denk ik van ja, maar waarom heb ik daar Elanor voor nodig? In de zin van, want ik kan natuurlijk ook zeggen van luister, iemand die vraagt mij, joh, ken jij een goede designer? Nou, die ken ik toevallig en dat gebeurt 3 keer. En dan zeg ik voor de 3e keer, zeg ik tegen de designer, weet je wat, ik krijg gewoon een kickback. En dan als jij die klus krijgt, dan stuur ik je een factuurtje, zeg maar. Dan zijn we ook klaar. Ja. Maar blijkbaar is dat niet helemaal de oplossing, hè? Soms gebeurt dat wel, ja? Soms gebeurt dat niet. En wij mikken juist op de momenten dat het niet gebeurt. Waardoor eigenlijk een netwerk onbenut blijft. En die zijn er zeker nog genoeg. Ja? Ja, want wij vinden een netwerk activeren, daar moet je gewoon iemand voor belonen. En dat kan inderdaad door een kickback te krijgen of een flesje wijn of alle andere traditionele dingen die nu gebeuren. Maar jullie doen iets meer, hè? Ja, wij willen daar gewoon een structurele beloning voor bedenken. Wat ook transparant is naar iedereen toe. Ja. Iedereen zeg maar in het proces weet wie wat overhoudt zeg maar aan het einde van de rit. Helder, maar ik zou het als ZZP'er ook allemaal zelf kunnen regelen, toch? Zeker, dat kan absoluut. Maar? Dan loop je tegen een aantal dingen aan. Ten eerste kost het je veel tijd, want je moet zo aan de verkoopkant met de opdrachtgever in gesprek gaan van wat hij nou echt zoekt, onderhandelen over uurtarieven, over periodes, et cetera. Mm-hmm. En je moet aan je inkoopkant onderhandelen met de uitvoerende freelancer voor wat voor uurtariefje die persoon kan inkopen. Dan loop je debiteurenrisico. Je moet je anders gaan verzekeren. En eigenlijk ben je ZZP af. Dan ben je gewoon eigenlijk een bedrijf aan het worden. Moet ik? Ik zat na te denken, misschien heb ik het helemaal mis hoor. Maar ik moest op een gegeven moment, ik zat me in te lezen. Toen dacht ik, is het eigenlijk een soort eenpitter recruitment agency eigenlijk concept? Wel. Ja, wat jij mij aanbiedt? Ja, iedereen bouwt eigenlijk zijn eigen recruitment agency. Dat is het, hè? Ja, klopt. Leg het eens uit. Leg het platform eens uit hoe het werkt. Ja, het platform. Dus eigenlijk onze doelgroep zijn ZZP'ers, freelancers, interim professionals, wat voor naam je het geeft. Ja. Dat is onze groep mensen die als mediator gaan optreden tussen een opdrachtgever of voormalig opdrachtgever en ZZP'ers uit hun netwerk. Ja. En wij brengen eigenlijk via Elanor die mensen bij elkaar. En wij zorgen ervoor dat wij het hele proces end-to-end geautomatiseerd hebben. En wat houdt dat hele proces in? Dus eigenlijk de mensen met elkaar in contact brengen. Het contractenmanagementstuk. En uiteindelijk in de executie, het tijdschrijven, het facturatieproces. En eigenlijk alles wat komt kijken bij het uitvoeren van een project. Eigenlijk zie ik het meer als een Airbnb-oplossing. Waar iedereen eigenlijk zijn huis destijds moest verhuren via een broker, een bemiddelaar. Mm-hmm. En Airbnb er eigenlijk die hele laag tussenuit heeft gehaald. Waardoor de kracht komt te liggen bij de particulier zelf. Het is de Airbnb van de freelance wereld. Dat was eigenlijk wel mijn inspiratie. En aan opdrachtgevers zeiden, zijn zij gewend om met dat soort systemen om te gaan? Deels denk ik wel, want ze hebben heel veel al soort van inhuurdesken, preferred suppliers, recruitmentpartijen. Dus in dat opzicht zijn wij denk ik niet anders. Behalve wat wij anders doen is ons verdienmodel. Ja, want leg eens uit. Want de beloningsstructuur ligt wat anders, hè? Ja, die ligt heel anders. Ja. Gemiddeld pakt een recruitmentbedrijf tussen de 20-25% commissie. Ja. En wij vinden eigenlijk dat geld hoort op andere plekken terecht. Dat geld hoort bij, in dit geval, de bemiddelende ZZP'er een stukje. Het geld moet eigenlijk terugkeren bij degene die het werk uitvoert. Dus de ZZP'er, die mogelijk een hoger tarief kan krijgen. Ja. Of eventueel opdrachtgever die gewoon goedkoper iemand kan inkopen. En wat verdienen jullie eraan? Wij verdienen er 2,50 per uur aan. Dat is gewoon een vaste fee. Maakt niet uit wat uurtarief is. Nee. Okay. Maar leg eens even de case uit. Dus stel, ik ben jij bent projectmanager, ik verzin maar wat. Ja. Ik ben designer. Ja. Ik kost €80 per uur. Ja.
En jij hebt een klant van mij. Vanuit jouw netwerk komt er opdrachtgever, ken jij een goede designer en jij kent mij. Klopt. Hoe loopt de flow dan en wie betaalt wat? Nou, dus eigenlijk de opdrachtgever komt dus naar mij toe. En die vraagt dus inderdaad van, nou, heb je toevallig nog een designer in je netwerk? Ja. Want ik vertrouw jou, ik heb met jou samengewerkt. Dus iemand die jij aandraagt, daar geloof ik al in. Want dat is natuurlijk de kracht van het concept. Dat is de kracht van het concept. Ja. Nou, dan ga ik nadenken, kom ik bij jou, Ronnie, terecht. Van, hey, Ronnie, ik heb een opdrachtgever, die zoekt een designer. Ik wil jullie graag met elkaar contact brengen, via in dit geval Eleanor. En dat betekent dat er een fee overblijft voor mij. Ja. Ik word beloond door jullie met elkaar in contact te brengen. Vind je dat een probleem? Maar op een hele transparante manier. Ja, tuurlijk. Dus niet met een kickback die wij hebben. Nee, geen kickback, want het is heel onduidelijk, onoverzichtelijk. Ja. Je moet soms elkaar achterna zitten. Ja. Weet je, het is toch wat omslachtiger. Mm-hmm. Goed, dan breng je die twee partijen met elkaar in contact. En dan zeg je eigenlijk tegen de opdrachtgever, nou, ik ken niemand. Ik breng jullie in contact, maar jullie gaan verder de gesprekken aan, de kennismaking en de contractvoorwaarden afstemmen. Dat komt dan bijvoorbeeld uit dat jij 80 euro per uur kost. Ja. En van die 80 euro gaat 5 euro blijft achter bij Eleanor. En dan denk je, ja, dat klopt niet. 2,50 is voor Eleanor, maar die andere 2,50 is dus voor de bemiddelende freelancer. Dus die krijgt ook 2,50 per gewerkt uur als beloning voor het bij elkaar brengen van die twee partijen. Dus uiteindelijk kost een bemiddeling 5 euro per uur. Waarom heb je het opgericht? Want je hebt een achtergrond ook. Vertel eens wat. Ja, ik ben zelf ZZP'er. Ja. Ik heb een interimbureau, Beste Mensen. En Beste Mensen is eigenlijk een klein netwerk aan zich. Dus dat is een netwerk van interim professionals die de afgelopen jaren met elkaar projecten doen, waarmee onderling geklankbord wordt. Maar eigenlijk gedurende de pandemie kwam ik erachter van, ik wil iets anders doen. En wat wij doen, doen we goed, maar het is niet echt schaalbaar. Het kost heel veel energie om het netwerk bij elkaar te houden, om dat continu maar in beweging te krijgen. Er zijn meer van dit soort netwerken en ik sprak ook veel mensen en die zeiden, ik heb geprobeerd zo'n netwerk op te zetten, maar het lukte me niet, want het kostte veel tijd en moeite. En nou, toen zei ik het balletje gaan rollen. Dus ben ik gaan nadenken van, wat doen wij? Nou, vertrouwd netwerk, brengen we bij elkaar. Opdrachtgevers uit ons netwerk koppelen we aan freelancers met wie we gewerkt hebben, die we kennen. En zo is eigenlijk langzaamaan heeft het concept, het idee eigenlijk meer, is het veel meer een concept geworden. En wat ik toen gelijk heb gedaan vanaf het begin, en dat doe ik vaak met nieuwe ideeën, is mensen om me heen verzamelen die veel meer verstand van zaken hebben. Ja, als je naar het team kijkt, dat zijn geen flauwe, zijn geen flauwe types. Hè? Dus die hebben wel een track record. Die hebben een track record en die zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Daar heb ik best wel lange gesprekken mee gevoerd. Ja. Om echt mijn achterliggende gedachten te delen. En die zijn uiteindelijk aan boord gekomen. Hey, waarom de naam? Ja, eigenlijk was het meer een projectnaam. Hè? Ja. Zoals vaker heb je een idee, daar plak je een naam op. Ja. Dit heeft helemaal niks met het recruitment of wat dan ook te maken. Nee, het is een soort van jongensdroom, een Mustang Eleanor uit Gone in 60 Seconds. Het is snel, mechanisch transparant en eigenlijk alle aspecten die het platform Eleanor ook in zich heeft. En mooi, ja. Wat grappig. Dus dat was eerst een projectnaam. En toen, dus als het heel goed gaat, kun je hem uiteindelijk kopen? Is de bedoeling dat zoiets voor de deur? Nee. Wat grappig. Maar het was meer van, toen moesten we een naam bedenken. En een internationale naam, want we hebben wel internationale ambities. Okay. En toen was Eleanor, paste daar perfect in. Het is vriendelijk. Ja. Het is, Hey, op welk type ZZP'er of freelancer richten jullie je? Want ik kan me wel voorstellen dat je een bepaald uurtarief moet hebben. Wilde het renderen? Ja, wij zeggen eigenlijk vanaf uurtarief vanaf 50 euro per uur. Okay. Want wij kosten dan 5 euro, zeg maar, het platform. Inclusief de kosten van de bemiddelaars, 5 euro. En wij weten dat ongeveer 10% van het uurtarief mag je aan commissie ongeveer vragen. Dat is een geaccepteerd gegeven. Maar we sluiten de rest niet uit. Ik moet ook eerlijk zeggen, wij zijn nu heel erg zoekende nog van op welke ZZP'ers gaan we ons richten. Want eigenlijk is het voor iedereen. Ja. Dus het is ook een beetje te kijken wie het gaat oppakken en welke groepen. Ja, welke groepen het aanslaat. We hebben wel gezegd, ons model is gestoeld op uurtje factuurtje. Dus bepaalde doelgroepen passen niet, waar wel een behoefte ligt. Bijvoorbeeld tekstschrijvers, die krijgen betaald per woord. Ja. Zo'n afrekenmodel hebben we nu nog niet. Oké. Dus daar willen we op den duur misschien naartoe groeien. Hey, en betekent het dat als ik denk van, hey, dat is wel interessant en ik draag wel eens mensen aan naar opdrachtgevers, dan schrijf ik mij in of zo? Gewoon gratis inschrijven op ons platform. Dan krijg je je eigen dashboard. En daar kun je eigenlijk je eigen pool bouwen van opdrachtgevers en
En dan gaat het hele proces draaien. En jij in het begin zei je ook iets over factureren, urenregistratie en dat soort dingen. Klopt. Ik kan me wel voorstellen dat, dat er ook andere urenregistratiesystemen zijn die al gebruikt worden. Hoe zit dat? Ja, dus wij hadden eigenlijk beoogd om een bestaand registratiesysteem te gebruiken. Maar we hebben uiteindelijk wel gekozen om een eigen systeem te bouwen. En dat doen wij omdat wij het stukje factoring uit handen nemen. Dus wij maken facturen namens zowel de bemiddelende freelancer als de uitvoerende freelancer. Oké. Okay. Ja, dus wij regelen eigenlijk het hele facturatiestuk. En daarvoor zijn we ook de samenwerking met de Rabobank aangegaan. Ja, las ik. Heel dankbaar voor deze samenwerking. Ja? Waarbij we dus de mogelijkheid kunnen aanbieden om facturen voor te financieren. Dus dat de uitvoerende freelancer niet meer 30, 60 of 90 dagen hoeft te wachten op zijn of haar geld. Maar ja, mogelijk dus via de Rabobank binnen. En dat allemaal voor 2,50 per uur, doen jullie dat? Nee, dat zit niet in die 2,50. Dat okay. is gewoon eigenlijk een rentepercentage wat de Rabobank doorrekent aan... Maar is het dan een extra feature die je kan afnemen? Ja, een extra feature. Oké. Okay. Oh, maar dat is voor heel veel mensen interessant. Dat denken wij van wel. Ja. Wij denken van wel. Ik las ergens ook iets over UNICEF. Wat is daar de status van? Ja, we zijn nog steeds met deze partij in gesprek. Ja. Mondelinge overeenkomst. Maar we zijn nu zeg maar de samenwerking aan het concretiseren. En waarom een samenwerking met UNICEF? Ja, ten eerste, UNICEF is, vinden wij een partij waar we ons graag aan willen verbinden. Zij doen hele mooie en impactvolle programma's. Ja. Wereldwijd. En met onze ambitie wereldwijd ja, past dat perfect. Plus, zij richten zich op een doelgroep, in dit geval kinderen. Mm. Wat voor ons eigenlijk de toekomstige professionals zijn. Dus daar lag zeker een link. En ja, wij willen gewoon dat die fee, ook die 2,50 van ons, ook gewoon een sociale impact gaat krijgen. Dus wij gaan standaard een deel van onze vergoeding afdragen aan UNICEF. Maar wij kregen ook steeds vaker te horen van mogelijk bemiddelende freelancers. Van ja, die 2,50 nou, vind ik nou niet eens zo heel veel geld. Maar wat nou als je die 2,50 kan doneren aan een goed doel? Dus dat je je netwerk inzet om een goed doel te steunen. Dan is zo'n 2,50 voor iemand die daarmee geholpen wordt erg veel geld. Ja. Dat was eigenlijk de reden om richting een goed doel ja. te gaan. Ja. In dit geval inderdaad de partij die net doen. Even voor alle duidelijkheid even, want je zit hier heel bescheiden. Maar het team wat zeg maar het gezicht vormt een beetje van het fenomeen. Dat zijn een flink aantal, of zijn een aantal mensen. Maar ja. Jij bent degene die het gewoon heeft opgezet. Hè? Lees even in plat Nederlands. Jij hebt het betaald, hè, allemaal. Ik heb het, ja. Hoe spannend is dat om op een gegeven moment... Ja, natuurlijk spannend. Denk ja. je toch? Voor mij was het ook de eerste keer een platform bouwen. Ja? Dus hoop geleerd ook. Wat? Dat je begroting, dat je dat niet zo nauw moet nemen. Dat wel een keer 3 of keer 4 kan gaan. Ja? Ja. Maar dat had je? Of dat was gewoon, dat was even oprekken dan? Ja, ik had het. Ik had het geluk dat ik dat had, laat ik het zo zeggen. Ja, oké. Okay. Dus, maar moet ik het zo zeggen van, je hebt gewoon hard gewerkt en je hebt geld ja. gespaard en daarmee heb je dit gedaan? Exact dat. Oké. Okay. Ja. En wat zijn je doelen? Ja, mijn doel is, ik heb wat ik zei, internationale ambities. Maar laten we in Nederland beginnen. Ja. Mijn doel is om in ieder geval in de eerste jaren zo tussen de 5 à 10.000 ZZP'ers aan te sluiten. Of te helpen met het bemiddelen. Mm-hmm. En als je kijkt naar de markt van 1,1 miljoen ZZP'ers, ja, dan is dat echt maar... Een fractie. En die 10.000, wanneer wil je die hebben? Eind 2022. Oké, okay, dus dat wordt er al. En hoe ga je, want we zijn zo'n beetje live nu, we zijn begonnen. Klopt. Hoe ga je veel campagne voeren of moet het zichzelf gaan? Ja. Moeten degenen die zich inschrijven de ambassadeurs worden? Wat is je strategie? Ja, wij hebben eigenlijk een aantal strategieën. Ja. Dus wij hebben gewoon een online strategie uiteraard. Dus wij gaan campagnes voeren om het platform onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Maar wij hebben zeker ook een referral strategie. Dus wat jij zegt van, wij willen dat... de uitvoerende freelancer uiteindelijk een mediator wordt... en dat het eigenlijk het balletje zo door gaat rollen. Dus dat zij ambassadeurs worden van het platform. En daar zit dan ook weer een verdienmodel achter? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus hoe fanatieker ik word over Eleanor... en dat ik weer andere mensen binnenbreng... daar ja. zit ook weer een verdienmodel achter. Daar zit een verdienmodel. Dat is uiteindelijk allemaal win-win. Ja, uiteraard. Ik ben erg benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, wat het mooie is... en dat is mij niet eerder gebeurd... we hebben eindelijk een platform waar alle gebruikers... voordeel aan hebben. Dus ja. vaak was er altijd wel iemand die zeg maar in de buidel moest tasten om iets te bekostigen. Mm-hmm. En in dit geval is het echt gewoon een win-win-win voor iedereen. Ja. Vanaf dag 1. Heb je uiteindelijk een lange termijn strategie in de zin van ik wil uiteindelijk zelf hier echt groot mee groeien? Of dit zou ook wel eens een model kunnen zijn wat
een recruiter na een paar jaar zegt van, weet je wat, daar hebben we te veel last van. Laten we maar eens in gaan lijven. Heb je daar al over nagedacht of is dat nog te vroeg? Nee, dat is nog te vroeg. Ja. Zoals je weet is een van de mensen in ons team, komt bij een grote recruitmentorganisatie vandaan. Ja. Dus daar hebben we wel over gefantaseerd. Maar dat is eigenlijk niet echt het doel. Mm. Misschien wil ik liever nog dat het een zelfstandig initiatief blijft. Mm-hmm. En niet die stempel krijgt van een grote recruiter. Want wij zijn ten eerste geen recruiters. Wij zijn eigenlijk meer een platformoplossing. Ja. Ja. Dus misschien wil ik wel wegblijven bij die hele recruitmenthoek. Maar ja, ik sluit het niet uit. Een nieuw platform voor freelancers en ZZP'ers is geboren, Eleanor. Ja. Ja. Ik wens je er heel veel succes mee, Mike. Dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een inspirerend ondernemersverhaal hier op 7D-TV. En als je meer wil weten over Eleanor, dan vind je de link hier in beeld. En dan kun je zelf eens een kijkje nemen om te zien wat je ervan vindt. En om je wellicht meteen in te schrijven als je freelancer bent. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi! We'll be right back.